Dit is een heel belangrijk project hier in Bunnik. Wat mij betreft een mijlpaal voor Nederland en voor TNO. Het markeert de overgang van zichtbare zonne-energie naar onzichtbare zonne-energie. Het project richt zich op de ontwikkeling van energieopwekkende gevelpanelen die heel breed inpasbaar zijn in de gebouwde omgeving. Dit project is heel erg belangrijk in het kader van de energietransitie. We moeten ons realiseren dat we in Nederland nog maar aan het begin staan en nog zeker 30 keer zoveel zonne-energie nodig hebben dan we vandaag hebben. En daarbij is de focus op het realiseren van testgevels om de esthetische en de technische inpassing in de gevels te onderzoeken en verder te ontwikkelen. En daarnaast gaan we nog kijken naar panelen die meer lichtgewicht zijn en een mattere uitstraling hebben. En recent hebben wij een prachtig appartementengebouw opgeleverd met zwarte zonnepanelengevel. En als we eigenlijk alleen maar dit soort panelen zouden gebruiken, dan zou Nederland daar wel heel saai en somber gaan uitzien. We komen uit een periode dat we zonnepanelen wouden laten zien vanwege onze trots op duurzaamheid. En we gaan naar een periode dat zonnepanelen ook design- en ontwerpmogelijkheden geven. We kijken naar de acceptatie van dit product bij bewoners en gebruikers van het pand. Dus om te kijken wat vindt men ervan, creëert dit een weerstand of hoe kunnen we juist het product inzetten om zoveel mogelijk enthousiasme te creëren voor dit product en daarmee ook de energietransitie om die te versnellen. Dus deze innovatie die geeft ons ook de kans om esthetische en duurzame keuzes te maken voor onze projecten. En daardoor wordt het steeds belangrijker dat we die zonne-energie opwekken op de plaats waar het ook gebruikt wordt. In onze dorpen en in onze steden. Dus op en aan onze gebouwen. En daarmee wordt dus ontwerpmogelijkheden ook steeds belangrijker.